Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Welkom bij Top 100 TV van het café Maak Kelly's in Frieske Bjelland. We hebben van u te gast de Frieske ultieme hitband, Dietwa. En we spelen verzeld weer die nou al legendarische Top 100 muziekquiz. Maar de kandidaten die hier achter in museum, echte specialisten op het merk van de Frieske muziek. En er is meer live muziek, want de Ljouterband, de Hangouts, is ook bij u te gast. En uw charmante collega Femke de Wallen is op zoek naar het verhaal achter het Frieske hinder van Griet Wiersma. De Frieske Top 100. Maar eerst muziek. Ze vormen in 2010 en 2011 een beetje een soort van hitfabriek. Hit na hit na hit roegelen de Ruud de Holland van die twee mannen. En ze scoorden heel erg in de Frieske Top 100. Het allerheegst mooi Vogels. Kunnen we net omheen in deze aflevering. Je bent ze, mooi gitarist, die twee en Vogels. Kind ik vaarij, leeuw in zelfs en vier dat voel vrij. Leeuw in zelfs en vier dat voel vrij. Harder in deze daar donker en zadel. Luister je dan naar wat ik daar vertel? Zorg naar de lucht, de bladen, wolken, leer daar geen. Valk je de vogel, stok is ze versteen. Valk je de vogel, stok is ze versteen. Maar het je rond te vaar leefde, de leefde in mij. De leefde is haar krachtig, het maakt haar vrij. Sa vrij als een vogel, de vogels om te heren. Ja, viel vrij als een vogel, en dat beest niet alleen. Het is betweer al werkelijk het zaas weer, interesseert de tijd. Dit het las en zuur omweeg. De piene verdwijnt en maakt je daar leeg. De piene verdwijnt en maakt je daar leeg. Maakt je rond te vaar leefde. De leefde in dij. De leefde is haar.
Die twa wie dat, bij onder gitaar Henk Simon Wijma. Ze komen nog een keer weer om in dit programma. Dus het is nou tijd voor een legendarisch moment, mag ik als wel zeggen. Want wij spelen weer de quiz achter mij de kandidaten niet haar vrijwillig opjoen hebben. Nou, dat wil zeggen, we hebben ze de stok voor de beulen geld is in. Oh my god. Dat is wel leuk. Je krijgt een aantal vragen die gaan over Frieske muziek, die Jan van Us. En dan kun je hem antwoord 1 of antwoord 2, Jan. En dan wie het er vanzelf. Als je goed hebt, ga je verder in de quiz. Ga je fout, dan val je af. Wikkel het afvalsysteem. Als er 1 of 2 oerbleeuwen, die winnen die exclusieve top CD. Juist, de GNW. Wim stelt de vragen. Let op het scherm, want er zit Biel ten Loer bij. Hier is het. Hier is vraag 1. Ik sta er voor wat. Hakker Kroep is dit. Yeah. Waar ben dit? Is dit Strawelde of ben dit, is dit Seberen? Had je denken dat het Strawelde is, kom links van mij steen. Had je denken dat het Seberen is, kom rechts van mij steen. En changeer snel, want dit wil mij in de krangel. Ja, kom maar. Oké. Links Strawelde, rechts Seberen. Oké, je hebt denken. Dat is Seberen, dat is Strawelde. Dat is Seberen, dat is Strawelde. Dat is Seberen. Het antwoord is Strawelde! Oké. Nou. Hoppa. Zo, dag dames, dag meisjes. Tot ziens. Oké, heerlijke quiz. Heerlijke quiz is dit, Wim. Volgende, heerlijke quiz. Volgende vraag. Ja, dit is echt heel dreig. Ik heb een dreige vraag. Hoe heet de verste pianiste van Frederike Kleefstra? Dat is de vraag. Is dat A, Corinne Staal of Clara Rulman? Dat is de vraag. Had je hem denken dat het Corinne Staal is, bleef dan links van mij steen. Had je hem denken dat het Clara Rulman is, ben daar rechts van mij steen. Links Corinne Staal, rechts Clara Rulman. Degene er 1, 12 naar rechts, de bleef er 1 nice bij steen. Wim! We hebben de winnaar! Corinne Staal. Corinne dat is Staal. Goeie antwoord. Ja. Oh. Nou, dan wat ik aan witte wat jou binnen. Riet Loonstra. Riet, en die is een echte specialist. Want dit weer, nevens mij voor die appeltje eitje, of net dan? Nou, net echt. Nee? Nee. Of wie het pure gokkerij? Ja, wie gokkerij. Maar dan wist het echt net dat Corinne Staal de verste... Nee, ik ga wel van de naam jet, maar ik wist net dat ze het derde pianist. Met een beetje gokken kom je een hele eind in deze verhaal. Wat heeft woon? De enige echte Frieske? Top CD! Ja, nee, dat bedoel ik maar eventjes. Ja, heeft wel meer tops in deze hoes, want ik is een keer in de winkel gewoon. Nee. Oké, wel een liefhebber van de Frieske muziek, begreep ik. Zeker. Ja. En hoor mijn man wel. Oh, die is nog grutter liefhebber? Die is nog gekker. Nee, die is nog... Ja, je vreeg je toch, kind het nog gekker, het kind nog gekker, de man is nog gekker. Ja, nou, maar nou heeft hem woon, die het Frieske top CD. Nou, mooi toch? Van Hettel Lokwins. Jouw derde applaus, die is quizwinnares. Ja. Alle weekend in Top 100 TV. Van een noemer dat nog net in de Top 100 steert, maar dat misschien wel verzinnet. En je bent van de unit gast, de Hangouts. Maar Jim Bermeer. Ik wie de
De Hangouts en Jim Bermeer, de vertaling van Grown Up Girl en dan in het Fries. En die vertaling is afkomstig van Hein-Jaap Hilarides. En die kennen we er weer van Wiegels Jukkelmachine. Is daar komt alles bij elkaar. Martijn, gitarist van de band, kom eens even bij mij. Dan kunnen we het er even over hebben, die Hangouts. Maar dat bleef toch een beetje een apart bandje uit je praat over de Friese popmuziek. Want je hebt twee cd's uitgebracht, alles in het Engels. En opeens is daar dit Friese noemer. Waar komt dat opeens waar? Ja, we hebben een hele goede mix gekregen van Michiel Hogenboezem. En die weer helemaal instrumentaal. En toen zei ze, nou ja, dan is dit een mooie kans om een keer iets Fries te doen. Dus dat we Hein-Jaap Hilarides vregen. En die had een mooie vertaling maken. Dus zo doen we. En is dat een opmaat voor meer Friese muziek? Of is dit een incident? Ja, geen idee. Hing het van succes al. Ja. Nou ja, dit zit als een hoes, dit natuurlijk bij ze. Maar ja, je binnen eigenlijk een soort rockbandje uit de jaren 60. Het is simpel, het is rjocht op en del, het is herkenbaar. Je krijgt bij eind de jongen altijd het idee, dit Mick Jagger nou al of net als jongen. Ja. Geweldige kracht, dat is je kracht, die simpelheid, hè? Ja, klopt. En op zich, we werken vaak op mijn Stones vergelijken. En ja, we proberen net de Stones na te dwalen, maar we zijn wel erop beïnvloed. Dus ja, dat we zo wat klinken, ja, dat is net verkeerd. En dat doet er net iets beste voor, maar... Zo is het gewoon. Ja, en ik vreem me wel af, want zij is verdogen net iets best. Dat klinkt hartstikke een beetje pretentieloos, maar zij is het toch echt weer net, denk ik? Nou, op zich wel, want we willen gewoon leuk spelen. En we zijn vier net echt bezig met alles eromheen en moeilijke dingen. Het is gewoon inpluggen, spelen en kleren. Oké, okay, gewoon leuk spelen. Dus als ik vraag wat ben je ambities, dan beroep ik eigenlijk een half verkeerd woord. Je mag gewoon leuk spelen, je ziet wat er op je afkomt. Ja, klopt. Dus als nou zei van nou, spiel je nog even jaloeken, dan doen we dat zo. Ja, ik zou het hier graag vregen willen, maar helaas steert het net daar. Maar toch, twee albums uitgebracht. Ja. Ben er misschien toch stiekem nog wat plannen voor een nieuw album of net? Ja, altijd. We zijn altijd bezig met nieuwe dingen. Dus waarschijnlijk volgend jaar of het jaar daarna, dan komt er wel weer wat nice. Okay. In het Engels of in het Fries? Wat denkst? In ieder geval in het Engels en misschien een Fries single of zo. Oké, okay, dankjewel en bedankt voor je komst hier. Wie Martijn van de Hangouts. Ja, applaus nog voor de Hangouts. Femke de Wallen is alle weekend voor u op zoek naar het verhaal achter een bepaalde Friese hit. En deze keer heeft ze een hele grote Friese hit weten pakken. Hoe zou het moeten zitten met het Friese hinder van Griet Wiersma? Femke de Wallen. Ja, nou, ik ben bij misschien wel een van de gezelligste jongeressen van Friesland, Wim en Geert. Want ik ben in de keuken van Griet Wiersma. Nou, goeie. Hallo. Hallo. En ik ben even zelfs net zonder reden, want ik wil heel graag het verhaal weten achter het Friese hinder. Dat is heel, heel apart ontstaan. We winnen met een show met Tijger van de Meer, de vierde heer liet te Tijger. En dan moesten er wat naar je vestjes komen en naar Ex-Kreun wel eens wat. Maar ja, we winnen dan van je dichtjes in die kamer in de kast, dus wel en zo. En toen zei de man die achter het theaterwerk zit, die zei van, nou ja, meidje eens een keer wat. En toen zitten we hier op een snijende man aan een koffie, mijn man zijn broer, Leo zijn broer, en die vakt voor zijn hinders. En die zei toen van, nou, ik zeg, ik ben mijn eigen vestjes ondergaan. Ik zeg, maar nee, zie je wat door en dit en dat. En hij zei, als dan wat dorst, schreeuw dan eens wat over het Friese hinder. Want er is nooit een mooie ballade voor, een ode onder het hinder. Ik zal even, dat mag toen me vertellen, de stekwoorden. Want ik zei, ik weet alleen het beest is grut en zwart en dan houdt het op. Je bent net zo'n hindermees. Nou, de meeste meer dat ik Friese hinder zou. Maar ik had twee Shetlandponies, dus die op stapels komt naar heel maar... Ja, nou, en hij vertelde dus met het vak en de keuring en al die dingen meer. Dat hij al die dingen opschreun. En ik ging nog een melodie, die vond ik zelf altijd zo mooi. Mijn kar ook een melodietje. En dat neur ik altijd mee. Patrone Bavaria hier het officieel. Dat weet ik wel. Komt van Duitsland. Prachtig mooie melodie. En die neur ik altijd mee. Ik denk, hé, ik heb een tekst opschreun. Die melodie. Ik wil eigenlijk wel even zien bij die hines van die zwergen. Ken dat? Dat kind. Ze waren hier net zo vier wij, dus we kunnen best even zien. Nou, Griet, je bent het hier dus? Je bent het mijn zwager, ja. Zijn we zien het adres? Zullen we dat wel? Ja, doen we. We gaan erheen. Ja, doof is waar hij is. Ja, maar jij raar is omstreunen. Is Jelte er ook? Hallo? Jelte? Volkien? Femke de Wallen? Jelte. Van jou kwam het idee, het Friese hinder? Ja, ja. We waren binnen maar op een koffie en nou ja, dan komt het al heel gauw over als jong te praten vanzelf. En je zei van nou, ik zou nog wel eens een mooi vestje schreeuwen willen. En ja, wij maken ook schreeuwen. Nou, ik zei er maar één ding, dat is Friese hinder natuurlijk. Nou, is het net schitterend. Hing jou dat dan toch dat het zangrut succes weer zo? Nee, absoluut net. Absoluut net. Maar doet het vestje schreeuwen hier in je zongen, dan vond ik het wel een hartstikke mooi vestje. En ja, maar dat zangrut succes weer zo, nee, ik nooit dat. Ze hebben me één keer vregen, want ja, dan wordt er net bij stilsteen dat je jongen maakt. En bij een grote manege wie in de jepening, had ik dan op het hinder zitten voor. En naar iedere wie ze binnen kwam, een Friese hindersjongen. Nou, ik zei, dat wordt hem net. Dan was het jongen en hinderrijden. En ik kent die eens hinderrijden. Ik ga nooit eens op zijn grote beest zitten.
Dat werd hem net. Dan ben ik in een karretje erachter, als je dan wel wil. Zo eens een stukje. Fris kinder, zag rut en zwart. Het is werk om tinken mat. Fris kinder, mij gut verstaan. De trots van het Friske land. Ja, Griet Wiersma, voor het Friske hinder. Ja, een applausje voor het Friske Pjellen. Onderbar met Dietwa, Krijn en Jacob. Nou, vrienden hier bedoel ik, nummer 2 in de Friske top 100. Zullen we er hoop op hebben dat het nog stijgen kan, dit hier? Nou, het is wel zo van, we hebben het Arun hier weer wat singles uitgebracht. Dus in dat opzicht kan meestal weer op orennummer stemmen. Dat zou betekenen dat de stem wat oors verdeeld worden. Maar... Ja, de markt van vogels wordt vertroebeld door je mijn eigen orenplaat. Dus precies. Ja, wij vernagel je eigen plaat. Ja. Ja. Nee, maar het is voor u een aanwachtje. Dus wij zullen het wel wat. Het is heel spannend. Maar het is ongelooflijk spannend namelijk. Ja, ja, wij hebben natuurlijk dat systeem op uw eigen laptopjes. Ja. Zo, dat kunnen we ze nog volgen. En ik kan zeggen dat het spannender dan ooit is in de Friese top 100 dit jaar. Ja, ja. Absoluut. En dan jij hem er wel bij, zeg ik precies. Dus maar meer keer. Je bent het nooit. Meer keer we er net van zitten. Wat is stemmen? Even over het naar je album. www.friesketop100.nl. Want je stemmen wel op die 12 Gurben. Dat kan alle jaar. Maar het Twaasprong, dat is je nieuwe CD. Nou, hoe lang is het? 3 weken dat u het gebracht is? 4 vijf? Ja, dat is 14 oktober hebben we gebracht. Dus ja. Bijna 12 maanden Lino. Al even wat langer. Hij zit vast in mijn CD-speler. Ik vind het een prachtige plaat. Nou, in je noemer voelt me eigenlijk wat op. Want ja, je hebt over het algemeen game net extreem dip met tekst. Nee? Net extreem. Maar in je noemer voel ik echt heel erg maatschappij-kritisch haast. Dat is kop in het zon. Moest hem daar nog lang over uitdacht om dat noemer erop te zetten? Krijn? Nee. Nee, hebben we net lang over uitdacht. Omdat je hem echt zwaar gemaakt? Nou, ik wel een beetje natuurlijk, maar... De nummers die al hier op het album staan, is iets van, god, dan moet ik wat oors op staan. We moeten even wat verder al in de liefde en ik hou van jou. Dat zei ik, iets dieper, zei ik toch, ja. Maar even voor de mensen die het net weten, dat noemer je het oer, nou, de opwarming van de ierde en dat soort problemen, nee, eigenlijk. Ja, maar deel je hem de conclusie die Wim loopt uit de teksten die Jim schreeuwen? Wat zou je het? Deel je hem de mening die Wim ventileert door de teksten die Jim schreeuwen? Want hij zet je hem wel ergens del nou. Ja, volgens mij geven we wel een beetje dieper maar sommige nummers. Dus, en dat is net alleen een kop in het zon. Dus, dat wil ik even constateren onderhoog met dit nummer. Ja, maar dit nummer gaat inderdaad ook wat verder, klopt. Ja, okay. Ja. Nou, het album Twaasprong, het is intussen het aardig in de top 100. Is dit er nog heel tijd in de album top 100? De nationale listen? Nou, zo langzaam maar zeker druppelen we er wel wat uit. Ja. Hey, maar in het begin dan just echt dat alle winkels inkeerpje en iedereen die flut natuurlijk naar de winkel om dat album of iedereen, maar een soort meisje in ieder geval. Nou het meisje het album in de hoes en nou just dat inderdaad weer wat aannemen. Ja. Maar bij Jacob, vertel maar eens om wat voor oortallen mag ik dan denken, onze Friestalige CD. Want ja, het komt ergens een album top saffolle binnendraven en dan krijg je een grut persbericht en dat snap ik wel eens hoe ik van. Maar op wat voor aantal begint het dan? Het is, als ik het helemaal uitlezen, maar het is een heel verhaal. Want het is al hier afhankelijk van de nummer 1 op dat moment. Dus hoe volle van de nummer 1 dat er op dat moment verkocht binnen bepaalt dan wat dan... Dan stel ik de vraag, hoeveel exemplaren van het album binnen verkocht? Van het eerste album, dat is wel even een leuk voorbeeld. Want het tweede album hebben we nog geen cijfers van. Het eerste album met ongeveer 10.000 van. Oké, dan hebben we een beetje een idee waar we het over praten. Dat is wel knap, hoor. Ja. Dat is hartstikke goed. Het zou mooi zijn natuurlijk als je Meidwan kon doen. Het Songfestival, is daar al nice hoor? Meidwan of net, je bent nummer 1 steward. Nou ja. Waarom mag er nog zo'n lijstje krijgen? Nee, dat er nog lijzoer is. Ik bedoel, dat is voor u zich heel erg spannend, maar we weten nog niks. Nee, echt. Is geen lijzoer? Nee, uiteindelijk niet. Of mag hem niks zezen? We weten het echt net. Okay. Nee, we weten het echt net. Okay. Nee, we wachten in spanning maar je maar op. Ja, we mag het dan je hem cover heen, dat je nou spiedicillen. Waarom dit noemer? Nou ja, eigenlijk is het wel leuk, want we hebben... We hebben Arun in november op een Friese Music Night staan. En dan winnen we Twaalien, winnen we Drake. En toen speelde Xander de Bisonnier, die speelde een nummer van Hou Me Vast in het Fries. En toen had Krijn en ik nog Tim Cousin van het zou ik wel eens leuk zijn dat wij Rick nog eens steen zoen. En we hebben dus nou, dit Rick op een Music Night steen wie geweldig. En hebben nog eens een romtocht om dat nummer. Van, dat is ik wel heel leuk voor bij Top 100 TV, want dat staat ik in de list. Dus, Houd Me Vast is origineel natuurlijk net een Fries noemer. Je hebt toch een cover van een net Fries noemer. Dat is wel leuk eigenlijk. Hè? Ja, dacht ik. Het is mooi dat het oerzet is in het Fries. Is het wel weer een opnij uitbracht. Dus waarom net?
Okay. Ja, nou goed, voor de duidelijkheid, Jim hebben we het net ook zelf verteld. Wij hebben Jim vragen om Jim favoriete cover te kiezen in die Sherinda nou spelen. Ik stel voor dat Jim nou een plak in. Dan kunnen wij zeggen dat we haast aan het eind komen binnen van deze aflevering van de Frieske Top 100. We komen bij het Mark Kelly's Muziekcafé. En wij binnen een week weer, trouwens. En dan is Eddie Dieter hier te gast onder oren. En er komt mij zien twaas van Rick en Jasper. Ja, en Ted Roosendaal is de gast. Het wonder u te worden, met z'n neemt. Ja, verzelf toch alweer de quiz. En Femke de Wallen, die gaat weer op ziek acht naar het verhaal achter een Frieske hit. Dat over een weken. Maar, wil even stemmen, hè. Op frisketop100.nl. En elke 50ste stemmer, die krijgt een cadeau. De Frieske! Oké. Okay. Wij verlieten hem voor deze week bij die twee. En haar een Frieske versie van Hot bij Verst. Graag om het na je week bij de Frieske Top 100 op televisie. Dag. Nimmer werd weer om de dag en nacht weer. Nimmer werd weer om de zinnen schijnt. Nimmer werd weer om, waarom is het hier zo koud? Maar ik weet dat ik van jou houd. Nimmer werd weer om, de sterren vallen. Nimmer werd weer om, een bloem verwelkt. Nimmer werd weer om, de mensen jong versterren af acht. Maar ik weet dat ik van jou hou. Oké, waar ben je Hansjes, daar komt ie. Houd mij vast, ik lis mijn handen op die schouder. Houd me vast, ik streel die zachtjes trocht in hier. Houd me vast, soms vertel ik je, vies de volle van mij. Hier bij mij is dan alles wat ik wil. En nimmer werd weer om, loop soms voor het water. Nimmer werd weer om, de deur besteed. Nimmer werd weer om, door de enige best die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van jou houd. Houd mij vast, ik lis mijn handen op die schouder. Houd mij vast, ik streel die zachtjes trots in hier. Houd mij vast, soms vertel ik je, vies de volle van mij. Hier bij mij is dat alles wat ik wil. Vreeg je niet, zis maar niet, sta niet. Als ik niet heb bij jou iets kwaad, praat maar naar je, houd mij stevig vast. Houd mij vast, ik lis mijn handen op die schouder. Houd mij vast, ik streel die zachtjes trocht in hier. Houd mij vast. Soms vertel ik je, vies de volk van mij. Hier bij mij is dan alles wat ik wil.